Wat is er toch aan de hand met 3 leraren Frans en geschiedenis op het Marnix College? Onlangs hebben de 3 officieus te horen gekregen dat zij niet meer mogen werken op het Marnix. Voor het eerst sinds de berichtgeving hierover treedt de rector naar buiten. Al kan hij er weinig over zeggen. Ja, dat doe ik in de openbaarheid geen uitspraken over. Omdat dat toch een interne kwestie is die we graag intern ook willen oplossen. Zo mogelijk in gesprek. En we willen niet tot het niveau van moddergevechten op straat komen. Dus ik hou het liefst intern. Afgelopen week heeft het Marnix College een brief gestuurd naar alle ouders van leerlingen op de school. Alle ouders hebben een brief ontvangen waarin wij datgene kunnen vertellen wat we kunnen vertellen. Wat heeft u dan in die brief vermeld? Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar in ieder geval de aanleiding van de situatie zoals die nu ontstaan is. Voor zover we dat kunnen zeggen, plus de verzekering dat we er alles aan doen en inmiddels ook gedaan hebben om de lessen weer gewoon te kunnen laten doorgaan. Die aanleiding is, die u in die brief aanhaalt, die aanleiding is? Nou, dat is een verschil van inzicht over de organisatorische inrichting van de school. Dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat. Lijkt me wel dat je samen op één lijn moet zitten voor het geven van onderwijs. Dat zou ideaal zijn, ja. Maar vooralsnog lijken de partijen niet op één lijn te zitten voor wat betreft de manier hoe het onderwijs moet worden gegeven. Je hebt wel eens mensen die anders denken over hoe je zo'n team, hoe je zo'n school moet inrichten en of je wel met teams moet werken. Nou, wij hebben ervoor gekozen als school om dat wel te doen. Er zijn nog heel veel vraagtekens over wat er precies gaande is op het Marnix College. Een andere vraag is of de leraren überhaupt nog wel zullen terugkeren op school. Daar kan ik niks over zeggen. Wat hoopt u? Ik hoop dat we zo min mogelijk schade aan het Marnix toebrengen. Dat betekent misschien ook zonder deze 3. Daar kan ik niks over zeggen. De rector benadrukt overigens dat de school er alles aan doet om de lessen doorgang te laten vinden.